business van maken. Dat ga ik ook niet doen. Ik wil gewoon dat dit een toekomst heeft en dat andere mensen het weer door kunnen ontwikkelen. Maar dan moet je het vooral delen. En het leuke is dat ook zelfs professionele ontwikkelaars die iets ontwikkelen, die kunnen ook daarmee weer nieuwe ideeën opdoen. Omdat mensen die niet zo'n achtergrond hebben, weer op een andere manier naar kijken. Die kunnen het doorontwikkelen, die maken het weer beter. Dus het gaat alle kanten op. En juist die diversiteit is heel belangrijk. Het feit dat straks iedereen een D-printer heeft, is doordat de kosten lager worden, makkelijk om te gebruiken. Het kan steeds meer. Dus steeds meer dingen die jij nodig hebt, die kun je er gewoon mee maken. En steeds meer mensen leren wat je er nou echt mee kunt. Dus zo heb je Goudsmit, die erachter komt dat hij gewoon hele ringen eigenlijk kan maken met zijn 3D-printer. En meer mensen leren ervan door evenementen zoals dit. Dus, en dit vind ik wel een hele mooie. Het is ook de grondlegger van de patenten, maar Thomas Jefferson die zegt van als je een idee met andere mensen deelt, dan je geeft instructies, je geeft iets, maar je bent niks kwijt. En dat is eigenlijk de essentie van kennisuitwisseling. Je hebt zelfs meerwaarde gecreëerd, want als je allebei een bepaald idee hebt, dan kun je met elkaar over discussiëren en dan kun je het idee verbeteren. Dus de wereld van nu is veel meer gekenmerkt door netwerkeffecten, doordat je met meer mensen met dezelfde ideeën of bepaalde kennis, dat je die kennis verder kan ontwikkelen. En de snelheid waarop je ontwikkelt is veel belangrijker dan het bij jezelf houden en dan vervolgens die kennis achterhaald laten worden. En dat gebeurt maar al te veel, dat mensen zich vasthouden aan bepaalde kennis en daarin voorop denken te lopen. Maar binnen de kortste keer hebben ze in hun isolement zeg maar aan de achterstand. En zo geldt het ook voor bedrijven. Dus eigenlijk de manier waarop we nu werken is, jij mag iets niet hebben als je er niet voor betaalt. Een beetje het traditionele productiemodel. Die mogelijkheid heb je ook om geld voor te vragen, omdat het fysiek goed is. En het is of in één iemands handen of in iemand anders handen. Zodra het om informatie gaat, is het een andere economie. Want computers en het hele internet is ontworpen om informatie te kopiëren. Het is eigenlijk nooit, het verdwijnt eigenlijk nooit informatie, het wordt altijd gekopieerd. En je moet het echt actief deleten om het weg te laten gaan. Dus je dupliceert. Nou, op dat moment heb je dus een moeilijkere situatie om het in te perken. Om te zorgen dat iemand anders iets niet heeft. En om dan dus ook geld ervoor te vragen. Van, als jij ergens geen geld voor kunt vragen, ik moet het even goed uitleggen. Je hebt niet zoveel mogelijkheid om te zeggen van jij mag dit niet hebben als ze het toch kunnen kopiëren. En dus kun je er dan geen geld aan verdienen. Dat wordt heel vaak gezegd. Nou, het klopt inderdaad dat een deel van, van dat businessmodel, net zoals in de muziekindustrie, het is niet meer gekoppeld aan het fysieke dragen. Dus dat oude businessmodel blijft niet helemaal hetzelfde toepasbaar. Dus er zijn ook weer nieuwe, je moet daarin veranderen zeg maar. Dus ook de traditionele productie gaat ook verschuiven naar dat iedereen het kan kopiëren op een gegeven moment. Dat je misschien wel op basis van donaties nog wel veel meer inkomsten kan krijgen dan je anders doet op basis van mensen beperken en pas uitgeven als je er geld voor krijgt. Dus je krijgt een heel ander model. Ja, of net als de app, dat een deel gratis is en een deel. Bijvoorbeeld, dat soort dingen kan heel goed. Het kan goed zijn dat er een soort fab store komt voor het idee voor hem, zeg maar. En het is er al voor een deel. Maar het leuke is dat er dus ook heel veel open source content gewoon gratis beschikbaar is. En dit is iets wat ik zelf gemeten heb met een onderzoek. Ik heb, als het een beetje meezit, heb ik ongeveer een vijfde van de community heb ik geïnterviewd. En die heb ik gevraagd van wanneer ben je begonnen met je eigen 3D-printer te bouwen. En de meeste mensen waren toen ik in 2010 dat vroeg, dat is zeg maar totaal, dus een cumulatieve grafiek. Maar je ziet dat er een exponentiële groei in zit. Een hele sterke zelfs. Elk half jaar verdubbelt het aantal mensen wat zelf zijn eigen 3D-printer in elkaar zet. En dit is dan best wel een technische gebruikersgroep. Nou, we denken zelf eigenlijk dat 3D-printers waar iedereen mee kan werken, dat het nog een veel grotere vlucht gaat nemen. Dus ik denk wel dat het op een gegeven moment bij iedereen thuis staat. Dus dit is dan wanneer die commercieel op de markt komen? 2013, 2014, 2015? Ik denk dat we hebben dus ook ons eigen model dat commercieel nou op de markt verkrijgbaar is. We hebben moeite om nog genoeg te leveren. Er is wel heel veel vraag naar. En voor de China komen, natuurlijk. Oh ja, die zijn er ook al. Ja. Oh, zijn er al? Ja. Dus dat gebeurt gewoon. En,